Ik denk wel 100% genezen. En daar heb ik echt ontzettend veel zin in. Ik moet heel eerlijk zijn dat ik daar al de hele week naar uitkijk. Dus... Niet wat? Ik zei het. Golden ticket. Niet. Oh my god. Dit wil ik ook proberen. Wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik begin de weekvlog vandaag een keertje op woensdag. Wat echt belachelijk laat is. Maar misschien dat ik dan de dagen even iets meer doortrek. Dus dat het allemaal weer een beetje uit zijn proportie gaat. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Ik heb vannacht weer overnight curls gedaan. Dat doe ik altijd met een badjas. Een band van je badjas. En die doe ik dan over mijn hoofd. En dan draai ik het om de dinges heen. Ik heb het wel eens eerder in de vlog laten zien. Maar anders moet je het eventjes opzoeken op YouTube. Want er zijn heel veel tutorials over. Maar goed, dat is dus super chill. Want dan hoef ik dus helemaal niks te doen. En dan heb ik krullen. Alleen maar slapen. Dus dat is echt vet fijn. Maar goed, het is vandaag woensdag. Ik heb vandaag best wel een drukke dag. Het valt mee. Ik heb zo meteen om 10:45... Ja, 10:45 heb ik Coreb. Dat is dat we met de pianist samen gaan zitten. En dan kan je nummers gewoon doornemen. Dan ga je dat helemaal op ritme en bla bla bla. Nou, het is gewoon hartstikke fijn. En daarna kom ik terug naar hier. En dan heb ik een paar uurtjes niks. En dan vanmiddag heb ik zangles, nog een les. En vanavond nog een repetitie. Dus best wel druk. De eerste ruilschoppers zijn veroordeeld. Hoe voorkomen dat er ooit op zulke rellen uitbreken? Ik bespreek met politici Willem Wolders en met Lilian Marijnsen van de SP. Na 4 avonden van de avondklokkenrellen lijkt de rust weer wat teruggekeerd in het land. Hallo, het is vandaag alweer vrijdag. Ik heb even lekker koffietje gemaakt in mijn mooie Eftelingbeker. Het is dus vrijdag vandaag en ik ga jullie nu al neerzetten, want ik krijg nou al een lamme arm. Vandaag heb ik... niet heel veel boeiends gedaan. Ik heb koorles gehad en dat moesten we gewoon zelfstandig doen. Zelfstandig instuderen. Daarna ballet en nu ben ik hier weer terug. En nu ga ik zo meteen lekker in de trein naar huis, naar mijn moeder. En daar heb ik echt ontzettend veel zin in. Ik moet heel eerlijk zijn dat ik daar al de hele week naar uitkijk. Dus ja, ik heb minder zin om 1,5 uur in de trein te zitten, maar... Ik heb wel heel veel zin om weer even lekker een weekendje naar huis te gaan. Ik denk dat ik vooral even aan YouTube ga werken dit weekend. Want daar heb ik gewoon de hele week geen tijd voor gehad. Dat is dus een beetje nu. En ja, lekker genieten van een weekendje thuis. Ik heb er zin in. Maar eerst zometeen nog 1,5 uur in de trein. Hallo, het is vandaag zaterdag. En ik ben, zoals je kan zien, weer lekker bij mijn moeder thuis. En er is hier een pakketje binnengekomen waar ik heel excited voor ben. Het pakketje heb ik zelf gekocht. Dus dat heb ik niet gekregen of iets. Maar... het zit hierin en dit pakketje die komt uit Spanje. Want ik heb via Etsy een ringetje gekocht voor in mijn piercing. Want mijn piercinggaatje is nu eindelijk, ja, ik denk wel 100% genezen. Hij is in ieder geval echt niet meer dik en zo. Dus ik denk dat het gewoon wel tijd is dat er nu gewoon wel een ringetje in kan. Ik heb heel lang gezocht naar een goed oorbelletje daarvoor. Maar het was heel moeilijk om te vinden, want ik wist niet wat ik precies wilde. Toen had ik laatst een ringetje gekocht, maar die was veel te klein. Die kreeg ik echt niet door mijn gaatje heen. En nu heb ik een andere gekocht. En dat is van het merk Revelmy. En het komt dus uit Spanje en ik heb het gekocht via Etsy. Ik zal sowieso even een linkje in de beschrijving zetten als ik het nog kan vinden. En ze hebben het echt heel erg schattig ingepakt. Met ook nog een kaartje van hun website, want volgens mij hebben ze ook gewoon een website. Dat is... Dit pakketje zit het oorbelletje. Dan ga ik hem er zo meteen ook gelijk even in proberen te doen. Oké, gelukkig is deze camera heel goed. Maar dit zijn de ringetjes. Deze ringetjes maak je dus open door ze te... Ja, ga ik het nu doen? Ja, ik ga het gewoon doen. Ik ga het toch sowieso niet terugsturen. Je maakt ze dus open door het te buigen naar de zijkant. En dan komt er, zoals je kan zien, hier een openingetje. En dan kan je hem zo in je oor draaien. Dat is best wel even een dingetje om aan te wennen. En je moet ook echt oppassen dat je ze niet verbuigt. Want dan heb je een probleem. Want dan kan je ze niet echt meer gebruiken. Ik ga nu proberen om het in mijn oor te doen. Daar ga ik even niet de camera bij aanlaten. Want dat is echt een heel klusje. Oké, ik heb mijn haar even naar de zijkant gedaan. Maar hij zit erin. Maar het is dus echt een hele zoektocht. Want ik had er dus eerst eentje die te klein is. En nu heb ik deze. Maar deze vind ik eigenlijk te groot. Ik zal even inzoomen. Nu zit deze er dus in. Maar ik vind hem dus te groot. Want ja, ik wil het liefst gewoon dat hij een beetje aansluit op mijn oor.
Ik vind dit overigens niet lelijk, wat het nu is. Maar ik vind het ook een beetje eng. Omdat ik dan best wel bang ben dat mijn haar erin blijft haken, zeg maar. Maar goed, verder vind ik het oorbelletje zelf wel gewoon echt helemaal mooi. Goed om te vertellen. Ze hebben deze ringetjes, dus namelijk in heel veel verschillende maten. En ik heb deze, denk ik, in 8 of 9 mm gekocht. Denk ik. Maar ik had het beter dus kleiner kunnen doen. Of zelfs 10 is dit, ik weet niet. Maar ze hebben dus van 6 mm tot 12 mm deze ringetjes. Dus ja, verschillende maten. Dus ja, jammer dat deze net iets te groot is voor wat ik wilde. Maar goed, wel een heel mooi ringetje. Hola, het is vandaag maandag en ik vlog nog eventjes een beetje door. Ik heb vanochtend 2 online lessen gehad en nu ben ik daarmee klaar. En nu ga ik lekker naar Sam en dan ga ik daar lekker met hem lunchen. En daar heb ik echt ontzettend veel zin in. En daarna naar school om te studeren. En ja, dat was dan alweer mijn dag. Dus niet heel veel bijzonders. Maar goed, ik ga nu mijn jas aantrekken en zo. En dan ga ik daarheen. Ik ben lekker aan een nieuwe film begonnen. I Still Believe op Netflix. Ik gok dat het een jankfilm wordt. Maar ik ben erg benieuwd. Ik denk niet dat ik hem vanavond af ga kijken, want het is al 11 uur. Dus ik denk dat ik hem morgen pas af ga kijken. Maar als ik het niet vergeet, zal ik even updaten hoe de film was. Het lijkt me in ieder geval een hele leuke film. Ik weet nog niet waar het over gaat. Het is net begonnen. Kennen jullie dat? Dat je naar een film kijkt, dat je denkt, heb ik deze film niet al gezien? Dat ik het niet kan herinneren dat ik hem daadwerkelijk echt al een keer heb gezien. Maar ik herken het. Nou, ik weet het niet. Maar goed, ik ga hem gewoon verder kijken. Want als ik hem wel al heb gezien, heb ik geen idee meer wat er gaat gebeuren. Ik zou jullie nog een update geven van de film. Die heb ik dus gisteravond / nacht wel afgekeken. Want ik heb hem tot 1 uur gekeken. En toen was hij afgelopen. En ja, I cried. I cried like a baby. Zo'n zielige film weer. Het was wel een mooie film en ik had hem dus echt nog niet gezien. Ik dacht echt dat ik hem had gezien toen ik er naar keek, maar ik heb hem nog niet gezien. Dus ja, ik heb wel echt heel hard gejankt. Maar het was dus 1 uur 's nachts. Toen dacht ik, ja, ik ga nu niet meer de camera erbij pakken, want ik ga gewoon lekker slapen. Dus nou ja, was een goede film. Tipje van mij. I Still Believe. Ik ben net bij de Bagels & Beans geweest, want ik mag van de Bagels & Beans het nieuwe menu uittesten. En nu heb ik dus een hele box, nou eigenlijk 2 tasjes, een box en een tasje met allemaal lekkere dingetjes en oh, heerlijk. Er staat, ik heb hier een kaartje. Leuk dat je onze nieuwe producten wilt delen. Oh, nou ik ga het even aan jullie laten zien. 2 bagels, een salade. Dit zijn allemaal volgens mij vega cream cheese. Oh, dit is, ja, dat weet ik niet, maar iets met amandel denk ik. Geen idee. Choco, boontjes. Nou, echt niet normaal. En dan hebben we 2 bagels. Wacht, ga ik even openmaken. Nou, daar komt hij hoor. Oh, zo lekker. Wat zit hier allemaal op? Ik weet het niet. Oh, dit is volgens mij die ik net zei. Oh, het ziet er zo lekker uit. Zo, dan 2. Nummer 2. Ik weet echt niet wat erop zit, maar het ziet er in ieder geval heel lekker uit. Ja, iets van, ik denk, oh wat is dit? Wat ruikt dit lekker? Oh, het is heel lekker. Oh. Goed hoor. Nou, ik ben helemaal gelukkig jongens. Wij gaan genieten. Oh, ze hebben ook chocolade meegegeven. Yeah. I can't. Zo lekker. Er zit ook nog een gouden envelop in. Oh, dit is gewoon net Charlie in de Chocolate Factory. Nah, maar dan de Bagel Factory. Je krijgt een gouden bagel. Niet, wat? Ik zei het. Golden ticket. Niet. Meid. Oh, wat. Ja, er staat hier dus op namens Yummy Records. Bagels & Beans, ontvang jij deze golden ticket. Jij mag gaan genieten van een smakelijke release van producten van de nieuwe tunes op onze menukaart. Oh ja, het is allemaal muziek geïnspireerd. Oh, scan mij en luister naar de playlist. Wat leuk, let's dat gaan we doen. Oh, even mijn telefoon. Let's do it. Oh, dit is zo cute. Ik had zoveel eten in de box van de Bagels & Beans gekregen dat ik gewoon er nu ook nog mee kan avondeten. Hoe lekker. Oh my god, deze salade. Dit is hummus, heb ik net geproefd. En dan zitten er ja, stukjes brood in. Tomaat, zo'n gedroogde tomaat volgens mij ook. Of is het paprika? Ik weet niet. Rucola ziet er in ieder geval hartstikke lekker uit. En wat dit is weet ik dus eigenlijk ook niet helemaal. Ik weet niet zo goed wat dit zwarte is.
Ik denk olijf. Als ik het zo ruik. Nou, in ieder geval heel lekker. Helemaal zin in. Hallo, het is vandaag donderdag. Ik ben vandaag eventjes naar school geweest. Maar nu ben ik thuis al een tijdje. En ik heb zojuist een pakketje opgehaald. En ik dacht, ik ga dat even delen met jullie. Het is geen gesponsord pakketje of iets. Dat was mijn moesje. Nou, het is dus geen gesponsord pakketje. Ook niet gratis gekregen. Ik heb het gewoon zelf gekocht. Want ik was laatst een YouTube-video aan het kijken van iemand uit Amerika. Ik zal het nu even in beeld voegen en even een link in de beschrijving zetten. Nou ja, die video dus. En zij ging dus een wollen vest zelf breien met de hand. En toen dacht ik, oh my god, dit wil ik ook proberen. Het zag er gewoon echt oprecht best wel makkelijk uit. En ik dacht, nou weet je, doe wat met je leven. Ga het gewoon een keer proberen. Dus ik heb wol besteld. Nou, het is geen wol. Ik weet niet precies wat het is. We gaan het nu even bekijken. In 3 verschillende kleuren. Die we gaan gebruiken. Ik gok wel dat ik meer moet gaan bijbestellen uiteindelijk. Maar goed, ik dacht, weet je, ik ga het eerst met dit proberen. Kijken hoe ver ik kom. En of ik het überhaupt wel leuk genoeg vind om het af te maken. Want misschien denk ik wel, gadverdamme, dit is niks voor mij. Dacht, ik probeer het eerst. Maar ja, ik heb dus 3 verschillende kleuren gekocht. Wow, heel nice. Oké, dit zijn de kleuren. Een licht paars-roze-achtige, een paarse en een groene. Want ik vond deze kleuren bij elkaar dus echt ontzettend leuk. En ik zal er even eentje pakken. Het is van dit merk, Yarn and Colors. Het is 15% wol en 85% acryl. I don't know. Ik dacht, ik ga ook niet gelijk super duur materiaal kopen. Want het is gewoon eerst, ja, ik wil het gewoon eerst een keertje uitproberen. Of het überhaupt wel werkt en of het iets voor mij is. Dus we'll see. Ik voel me helemaal een oud wijfie. En ik zit eraan te denken om hier een soort van dedicated video voor te maken. Maar ik weet nog niet zeker of ik dat ga doen. Want aan de andere kant wil ik ook heel graag dat dit gewoon een beetje mijn chill momentje wordt voor mezelf. Dat ik dit gewoon lekker kan doen. Ja, I don't know. We gaan het zien. Ik ben in ieder geval heel blij met de kleurtjes. Dus dat is helemaal goed. Jongens, ik heb een make-upje opgedaan. Ik voel me helemaal ready to go. Nee, ik heb zometeen ballet. Dus vandaar ook deze knot. En ik moet wel die plukjes nog eventjes wegwerken. Want anders wordt mijn balletdocent heel erg boos. Maar goed. Het is vandaag vrijdag en ik ga dit weekend lekker naar huis. Wat misschien niet het allerbeste idee is, aangezien het blijkbaar gaat sneeuwstormen dit weekend. Dus het is nog de vraag of ik maandag terugkom in Tilburg. Maar we'll see. Ik wil gewoon naar huis, dus ik ga gewoon naar huis. Zo simpel is het. Ik heb straks ballet, daarna nog één privé zanglesje-achtig iets. En dan ga ik daarna lekker met de trein Nachthaus. Ja, dit is ook mijn huis, maar naar mijn moeder. Dus ik heb daar echt helemaal zin in. En ik zal jullie, ik weet niet of ik het gisteren nog heb laten zien, maar ik ben dus gisteren begonnen met mijn breiwerkje. Mijn laptop ligt er nu alleen op. Ik ga het even laten zien. Nou, dit is hoe ver ik ben gekomen. Ik zei dat ik er misschien een aparte video over wilde maken, maar ik had er eigenlijk niet zoveel zin in, omdat ik eigenlijk zoiets heb van, nou, ik wil het gewoon uitproberen. En dan kan ik altijd later nog kijken of ik er nog een video van maak. Ik dacht, ik ga het gewoon proces gewoon delen in mijn weekvlogs. Dit is nu hoe ver ik ben. Het is niet perfect. Dit hoort niet daar. Maar goed, voor de eerste keer ben ik best tevreden. En ik heb ook niet het doel dat het perfect gaat worden. Want het is puur ook een keer een uitprobeersel. En dit is ook niet het beste soort, hoe noem je dat? Niet wol, maar nou ja. Snap dat dit is niet het allerbeste ervoor. Maar goed, ik was dus al wat verder met die roze lijn. Maar toen ging het helemaal mis, omdat ik er toen in mijn bed aan ging werken. Nou, toen ging het helemaal mis, dus toen dacht ik, nou, laat maar zitten. Dus dat moet ik nu weer even opnieuw gaan doen. Maar het is op zich, ja, het is aan de ene kant heel makkelijk en aan de andere kant ook heel moeilijk. Omdat je heel snel, ja, ik weet niet of je het kan zien, maar bijvoorbeeld hier die lijn is echt super strak. Maar dan hieronder ook weer niet. En hier is het weer heel los en ik probeer heel erg erachter te komen wat nou de truc is om het strak te krijgen. Maar ik kom er niet uit. En ik weet ook niet of het aan dit materiaal ligt. Of dat het aan mijn kunsten ligt.
Ik weet het niet, maar goed. Dit is hoe ver ik nu ben. Ik word hier zo gelukkig van. Het is zo'n dikke laag sneeuw. Oh my god. Oh my god. Zo. Helemaal rood. Ja, nee. Nou, we zijn lekker aan het wandelen door de sneeuw naar opa en oma. Dus dat is ongeveer, hoe lang lopen? 25 minuten, half uurtje, weet niet. En het is heel koud, maar wij hebben onze skikleding aan. Ik weet niet of het kan zien. Maar dat houdt me wel warm. Dus ik ben heel blij dat ik dat heb. Want anders was ik nu doodgevriest. Gevroren. Wat is het? Gevroren. Gevroren. Gevriest? Dat is geen woord. Nou ja. Maar goed, ik ga nu mijn camera weer wegstoppen, want ik krijg hele koude handen zo. Hallo. Oké, ik ga even de beet zachter doen. Het laatste wat jullie hebben gezien is dat ik lekker door de sneeuw aan het lopen was met mijn moeder. We hebben best wel lang gelopen vandaag. Ik denk in totaal zeker wel een uur of anderhalf uur. En we zijn ook nog even bij opa en oma binnen geweest tussendoor. Dus dat was echt hartstikke lekker. En oh, jongens, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben zo gelukkig met dit weer. Ik kan er echt niks aan doen. Ja, ik denk dat het ook gewoon komt omdat ik niet op wintersport ben geweest. En dat de sneeuw nu zo, dat er nu zoveel sneeuw ligt, dat geeft me gewoon zoveel wintersport vibes. En ja, dat moeten we toch dit jaar missen. Dus ik werd er zo ontzettend gelukkig van alle sneeuw. Dus ik heb echt oprecht gewoon echt een heerlijke dag gehad. Lekker gewandeld. En opeens vond ik wandelen ook helemaal niet erg. Want mijn opa en oma die wonen niet heel ver weg. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik zou nooit bedenken dat ik daar even heen ga lopen. Maar omdat er zoveel sneeuw lag, dacht ik ja, ik wil er gewoon van genieten. Dus dat heb ik ook zeker gedaan. En dat was echt ontzettend chill. Het grote nadeel van vandaag is wel dat ik niet terug kon gaan naar Tilburg. Omdat de treinen niet reden. Dus dat betekent dat ik nu morgen ook nog hier ben. Ik ga morgen wel proberen om terug te gaan naar Tilburg. Ze zeggen nu dat misschien vanaf de middag weer een paar treinen gaan rijden. Ik weet natuurlijk nooit zeker of dat ook de treinen op mijn traject gaan zijn. Maar goed, ik hoop het. Dat zou wel fijn zijn, maar ik heb ook nog wel wat speling. Ik zou ook dinsdagochtend nog terug kunnen. Want morgen heb ik sowieso al mijn lessen online, omdat school ook dicht is. Dus ja, er is dan nog wel een kans dat ik dan dinsdag terug kan. En als het goed is, gaat dinsdag de treinen gewoon weer normaal rijden. Het is wel eventjes een beetje een nadeel dat ik dan nu door dit weer niet naar Tilburg terug kan. Maar goed, dat had ik natuurlijk al wel een beetje kunnen verwachten. En nou ja, de school gaat ook dicht morgen omdat het gewoon te gevaarlijk is voor mensen om de weg op te gaan. Dus wat dat betreft maakt het niet zo heel erg veel uit. Maar ik hoop natuurlijk dat morgen weer een beetje de treinen gaan rijden en dat ik gewoon terug kan. En desnoods dinsdagochtend. Want ja, dan moet ik wel terug in Tilburg zijn, want woensdag heb ik om 9 uur zangles. Dus nou, laten we het hopen. Goed, ja, ik heb dus echt een ontzettend leuke dag gehad en ik ga echt proberen om morgen ook nog even lekker te wandelen. Maar ik weet niet of dat gaat lukken, want ik heb morgen wel veel voor school te doen. Dus we'll see. Maar goed, bij deze ga ik nu de vlog afsluiten. Want ja, ik heb in totaal 2 weken gevlogd voor deze vlog, uiteindelijk. Heel veel random dingen door elkaar. Ja, dan ga ik bij deze de week vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer natuurlijk even op mij als je dat nog niet hebt gedaan. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!